Het Surinaams gronduitgiftebeleid moet dringend herzien worden. Elke Surinamer moet in staat zijn een stuk grond te krijgen van de overheid. Het hebben van een eigen kavel mag geen tekortkoming zijn, zegt ABO-parlementariër Edward Belfort in een gesprek met onze nieuwsdienst. Eigenlijk, Suriname is heel groot. Dit probleem kan met good governance, als men niet gierig is, niet hebzuchtig is. Er is genoeg grond voor iedereen. Maar er moet beleid gemaakt worden. Dus dat men moet komen hier voor een petitie, is een schande. Eigenlijk moet men gewoon thuis zitten en grond krijgen. Er moet beleid opgelaten worden van elke 18 jaar, een momentje 18 jaar wordt, jouw grond is al ter beschikking. Je kan dan zeggen, ik heb al een grond, want dat is de basis van alles. Zonder grond kunt u niets doen. En daarom ziet u dat ghetto's ontstaan. Ghetto's worden nog steeds in het leven gehouden door slecht beleid. Niet alleen van deze regering, van regeringen, doordat er geen beleid is. Op het moment er beleid is, elke 18-jarige, op het moment je 18 jaar bent, krijg je een stuk grond. Ja. En expliciet moet worden opgenomen dat je het niet kan gaan verkopen. Want dat is ook iets, dus er moet gewoon beleid gemaakt worden. En dan gaat u zien dat er genoeg grond is voor iedereen. Maar nogmaals, beleid moet losgelaten worden. Belfort zegt verder dat het niet zo mag zijn dat grondverkavelaars de gelegenheid wordt geboden om lappen grond in hun bezit te krijgen. Het is volgens de volksvertegenwoordiger al tientallen jaren zo dat regeringen op de hoogte zijn van de oneerlijke gronduitgifte en het niet adequaat handelen. Belfort stelt dat zijn herhaaldelijk geroep om dergelijke vraagstukken in het parlement slechts bedoeld is om het volk tegemoet te komen. De parlementariër zegt te hopen dat deze regering zo snel als mogelijk werkt aan de aanpassing van het gronduitgiftebeleid. Gisteren trok ook NPS-assembleelid Patricia Etnel aan de bel over dit vraagstuk tijdens de openbare vergadering in het parlement.